12. Tune Hoogkarspel. NH helpt. We gaan eens kijken wat wij kunnen regelen voor een challenge die gehouden gaat worden. Het heeft allemaal te maken met de Diabetesweek. Dag Markje Vlasveld, goedemorgen. Goedemorgen. Dag. Je bent zelf diëtiste en je zoekt deelnemers die mee willen doen dus. Ja, er kunnen nog veel meer mensen meedoen. Ja, wat gaat er gebeuren? Aanstaande zaterdag is er een diabetes challenge. Een wandel challenge eigenlijk. Dan kan je 15 of 20 kilometer lopen. Dat kan je zelf kiezen. En dat wordt georganiseerd door de Bas van de Goor Foundation. Ja, waarom zouden we daaraan meedoen? Wat is daar zo belangrijk aan? Nou, het is gewoon echt heel erg belangrijk om te lopen, om te bewegen. Nou, op de televisie heb je daar al verschillende programma's over gehad. Er wordt zelfs nu gezegd dat zitten is het nieuwe roken. Maar bewegen is heel erg goed voor de gezondheid. En van diabetes kan je ook zelfs afkomen als je anders gaat eten. Zeg maar veel minder koolhydraten en meer gaat bewegen. Dat hoort er wel bij. Ja, dus er wordt een challenge georganiseerd. Hè? Dat is dan 30 september. Je zei het al, je kunt kiezen uit wandelingen. De 5 kilometer, de 10, de 15, maar ook dus de 20. Hoe gaat dat dan praktisch in zijn werk? Wat merken we ervan dat het iets te maken heeft met suikerziekte, met diabetes? Nou, je kan een shirt, zeg maar, bestellen. Ik heb er nog een paar. En ja, alle mensen hebben een mooi wit shirt aan. Er staat een groot logo op van de Bas van de Goor Foundation. En je loopt allemaal in een grote sliert over de Veluwe. Het wordt dus georganiseerd op de Veluwe. Vanaf, op de Veluwe, dat is mooi. Ja. Vanaf het sportpark Papendal, daar vertrekken we dan. En Bas van de Goor, die houdt natuurlijk eerst een toespraak. Bas van de Goor, ik weet niet of iedereen dat weet. Wie is Bas? Bas van de Goor. Bas van de Goor, die is ooit Europees kampioen volleybal met het Nederlandse team. Hij kreeg diabetes type 1 en hij heeft zich daarna ingespannen om zeg maar mensen met diabetes te motiveren om te gaan bewegen. Hij heeft eerder ook allerlei andere challenges. Ja, ik zie hem al voor me. Zie hem al voor. Ja. Ja. Je kan het allemaal ook lezen op de site. De Nationale Diabetes Challenge heet dat. NationaleDiabetesChallenge.nl. Kan je alles op zien. Daar kan je ook nog tickets bestellen. En ze hebben ook een Facebookpagina. Kost het geld dan om er aan mee te doen? Kost €5. €5, ja. Dus dat zijn nou niet echt de kosten. Ik weet niet of er nog t-shirts zijn, maar daar zou je snel achteraan kunnen gaan. Dat is dan inclusief zo'n t-shirt. Die wordt dan opgestuurd. Misschien liggen ze daar ook nog. Maar je kan natuurlijk ook gewoon je eigen sportkleren aan. Je moet goede schoenen aantrekken. En het is gewoon hartstikke leuk om met zoveel mensen te wandelen. Ja. Dat is echt heel erg leuk. Doe je zelf ook mee? Ja, ik doe zelf ook mee. Ja, vorig jaar hebben we ons al aangesloten met de Therapeuticum Haarlem. Ja. Met mensen van onze therapeuticum die diabetes hebben. Maar ook niet diabetes mogen meelopen. Hè? Iedereen. Ja, iedereen. Als het maar gaat om het goede doel, toch? Precies. Het goede doel is diabetes terugbrengen. En dat kan onder andere door meer te gaan bewegen. Ja, het verhaal is me helemaal duidelijk. En dat gebeurt dus allemaal aanstaand weekend, 30 september. En dat allemaal op de Veluwe. En dan kun je gaan wandelen om dat te doen voor een heel erg goed doel. Dankjewel voor je informatie. En ik wens je nog heel veel plezier en succes. Dankjewel. Dag Marga. Dag. Ja, en als je geïnteresseerd bent en je wilde dus aan meedoen, ga dan even kijken naar de site van de Nationale Diabetes Challenge.